Oh. Wat goed zeg. Oh. Oh, daar staan jullie zomaar voor. Ik zie wat ouderen, wat minder ouderen. Wat nog minder ouderen. En hoe oud jij? Ik zal eventjes een paar getuigen vragen. Hoe heet hij? Wat is het voor? Er is iets aan de hand. Met nummer 5322. Dennis Buis uit Windhuizen. Ja, Dennis, hoe oud ben je? 13. Ga je echt 100 kilometer fietsen? Zit je op een toerclub? Nee. Ja, een beetje. Een beetje. Alleen in zondags en door de week niet. Toerclub Zwift. Ja. Hier een beetje reclame voor maken. Ja. Hoe vaak heb je fiets in de week? Zet ik gewoon voor de deur hier, hè? Drie keer in de week. En niet binnen. Drie keer in de week. En wat is de afstand dat je gaat fietsen? Gisteren, jullie hadden je gekut. Je hebt zeker een hele strenge vader die ook fietst. Had je niet mee gezeten? Zit hij niet altijd achter jou dan? Nee. Ja, Dennis, je wilt toch niet zeggen dat je helemaal uit je eigen bent gaan fietsen? Je mag het nou even zeggen hoor. Zelf rijdt zijn vader niet zo ver. Zie je wel. En snoep je dan de deur uit, zeg het maar rustig, want niemand hoort het. Nee, want ik ga zelf de deur. Nou, je vindt het in ieder geval. Staat je vader hier ook bij? Ik heb gehoord van Dennis dat hij af en toe zijn vader daar wel moet onderweg. Is dat zo? Ah, nee, ik moet hem ook houden. Ja, dat komt niet vooruit hoor. Wie gaat wie nou uit de wind houden? Is die bandana wel nieuw? Want die was al koop. Ja, toch wel? Ja, zeker. En dan vraag ik me wel af, hè, als je trotse vader, want dan ben je natuurlijk als je zo'n 100 kilometer hebt gefietst. Krijgt hij nou nog wat extra's vanavond? Dat bedoel ik niet van geld, maar gewoon een complimentje of dat hij extra lang onder de douche mag staan? Nee, gewoon bij tijd erbij. Oké, dan doen jullie het toch wel heel goed. Deze meneer, hoe is uw naam? Hans. En hoe lang met u al aan het fietsen? Een jaar of 20. Ook bij een toerclub? Nee, bij de club van de week. U gaat met die werk. Zijn er nog meer mensen van de werk? Ja, ook nog 60 van. Van bedrijven? Ja, GVB. Oh, de GVB.